Frankrijk en Nederland kopen samen Rembrandts huwelijksportretten van Maarten Solmans en Alpjen Coppit. Ze komen om de beurt in het Rijksmuseum en het Louvre te hangen. Nederland wilde ze voor 160 miljoen euro kopen, maar Frankrijk bleek ook geïnteresseerd. Rusland is volgens de VS begonnen met luchtaanvallen in Syrië. Dat gebeurde nadat in Rusland alle seinen op groen waren gezet voor de aanvallen. Syrië heeft Rusland gevraagd om hulp in de strijd tegen IS. NAVO-troepen zijn aangekomen bij de stad Kunduz in Afghanistan. Daar adviseren ze het Afghaanse leger tijdens een poging de stad te heroveren op de Taliban. Ook Nederlandse militairen adviseren de Afghanen. De G7 maakt ruim 1,7 miljard euro vrij voor hulp aan vluchtelingen. Het geld van de 7 rijkste industrielanden is bedoeld voor organisaties van de VN, zoals het Wereldvoedselprogramma. De openbare basisscholen in Utrecht doen Zwarte Piet in de ban. Hoe het Sinterklaasfeest op de 33 scholen er precies uit gaat zien, wordt nog bepaald. De figuur van Zwarte Piet heeft racistische aspecten, stellen de scholen.